Het Groningen Museum ligt wat verscholen op een binnenplaats tussen de Dijver, de Brugse Gracht en het Gruuthuizen Museum. De ingang loopt via de kapel van de oude abdij. In een aanpalend gebouw staat de imposante eigen collectie. Dat is vooral bruggen wat je hier ziet. Al meteen in de eerste zaal sta je oog in oog met een aantal schilderijen van Van Eyck. Bijvoorbeeld de Madonna met kanunnik Joris van der Palen. En in de volgende zaal met Hans Memling, die zich hier vestigde en er in 1494 stierf. Mooie en zeldzame schilderijen uit de 14e en 15e eeuw. Maar ook daarna blijft Brugge cultureel belangrijk. Het museum is chronologisch opgebouwd. En per zaal staan die achtereenvolgende kunsttijdperken en genres handig aangegeven. Het museum is ingedeeld op periodes, zalen. En zo nu en dan zie je een schilderij waar je wat mij betreft bij blijft hangen. Het Groningen Museum is natuurlijk beroemd geworden door zijn Vlaamse primitieven. En ze hebben prachtige werken, dus alleen al daarom is het de moeite waard om het door te lopen. En dat is direct verbonden met de bloeitijd van Brugge in de 14e, 15e eeuw, de Bourgondische vorsten. Maar dan, wat is er dan met hun collectie? Die blijft even Brugs georiënteerd, alleen de kunstenaars zijn minder. Minder, zeker voor de kunstsmaak van vandaag. En toch is het leuk en leerzaam en ook wel verrassend om er doorheen te lopen, want hier en daar hangen pareltjes. Je loopt door 7 eeuwen kunstgeschiedenis. Door de grote bovenlichten voel je je binnen en buiten, bijvoorbeeld in deze zaal met de neoclassieke. Dat is een kunststijl zo rond 1800 die ons niet meer aanspreekt, niet meer echt kan bekoren. Te opgesmukte portretten in statische houding, te helder en strakke kleuren. Net na de liefelijkheid van de rococo. Het was vooral in Frankrijk dat het veel werd beoefend en daar maakten enkele Brugse schilders furoren, onder meer deze Ottevare. Maar zeker ook in een andere zaal de meer bekende Joseph Benoit Suvé. Naast de Vestaanse maagd hangt van Suvé de ontdekking van de tekenkunst. Dat was volgens het verhaal in de Griekse oudheid, toen een vrouw de schaduw van haar geliefde natrok, zodat hij na zijn vertrek voor een lange reis nog bij haar kon zijn. Het is niet het soort kunst dat vandaag nog hoge ogen gooit, maar toch, in het Groningen Museum hangt het terecht in 2 zalen. Het maakt deel uit van de 7 eeuwen schilderkunst die hier hangt.